Ik ben Gerald Schopman, ik ben de CTO, de Chief Technology Officer voor Shell. En wat heb je bij je? En ik heb hier een ontzettend mooie 3D geprinte tulbij, die aangeeft dat ik vandaag tot winnaar ben uitgeroepen voor de 2014 Innovator Award. Voor grotere bedrijven, hoe je daar vorm en gestalte aan innovatie geeft. Daar ben ik erg blij mee uiteraard. Ja, gefeliciteerd dus. Dank je wel. Ten eerste, wat maakt jullie innovatief? Ik denk dat wat ons we hebben sowieso innovatie nodig om de energieuitdaging van de toekomst aan te gaan. Betrouwbaar, milieuverantwoord, dat je erop kunt rekenen. Daar is innovatie heel belangrijk. Het is eigenlijk heel belangrijk om dat nog te versnellen. En daarvoor moet je de manier waarop je innoveert op zich innoveren. Dus dingen anders doen, dingen nog sneller en slimmer doen. En daar heb ik denk ik de prijs voor gekregen. Ja. Omdat we dat in Shell de afgelopen 5 jaar hebben gedaan. Dus nog eventjes bij het begin. Wat is innovatie voor jou? Innovatie voor mij is nieuw denken waarmee je waarde genereert. Nieuw denken dat het te doet. Ja. Heel simpel. Hoe moeilijk is het om nieuw te denken en meer specifiek in een grote onderneming die al heel veel geschiedenis heeft? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je nooit op je lauren zit en rust. Je moet niet kijken naar het verleden, je moet kijken naar de toekomst. En daar moet je de hele tijd weer proberen oplossingen te vinden die je in staat stellen om die energie gewoon zo naar de mensen te brengen zoals ze hem willen hebben. En dat is een hele uitdaging. Het is hard werken, het is ook veel creativiteit. En het is gewoon zorgen dat je in een heel groot bedrijf de boel zo opzet dat dat het meest rendeert. En wat zijn daar de belangrijkste kenmerken van? Wanneer rendeert het meest? Het rendeert het meest wanneer je een goede structuur hebt neergezet. Wanneer je mensen vertelt en aangeeft en ook managed op een manier waarop snelheid belangrijk is. Waarin we naar de buitenwereld kijken en veel meer werken met mensen waar we nooit meer hebben samengewerkt om nieuwe dingen te creëren. Diversiteit in je innovatie is heel belangrijk. Het is ook heel erg belangrijk om altijd te kijken naar hoe het hele systeem gaat werken. Dus wij zijn een bedrijf wat niet denkt in componenten, maar hoe past het in het geheel? Nou, dat zijn een paar van die dingen die als je die echt goed neerzet, dan kun je als bedrijf slagen maken. Ja. En dat doen wij. En op welke innovatie ben je het meest trots? Oh, ik ben op heel veel innovatie meest trots. Dan zouden we nog uren nodig hebben. Gewoon een willekeurig voorbeeld. Het hoeft niet de mooiste te zijn, maar die eentje die je nu te binnen Ik geef je één heel makkelijke. En dat is waarin we uit een heel klein idee om uit gas brandstof te maken in plaats van het oliebrandstof te maken. Dat het kleine idee in Amsterdam is begonnen en inmiddels in het groot gebeurt in Qatar. Dat is een geweldig mooi voorbeeld van innovatie. Niet alleen om de technologie, maar ook omdat de producten moeten worden vermarkt. Je moet met heel veel mensen werken, je moet hele nieuwe samenwerkingsverbanden opzoeken. Dat laat zien dat innovatie veel meer is dan technologie alleen. Hoe is innovatie veranderd gedurende de afgelopen 20 jaar? Ik hoorde je bijvoorbeeld net zeggen, we moeten meer samenwerken, open innovatie is zo'n woord van deze tijd. Hè? Ja. Hoe is innovatie veranderd? Ja, innovatie is denk ik veranderd omdat je steeds diverser moet en je moet ook steeds sneller. En dat ga je niet voor alle dingen in je innovatiewereld doen. Maar er zijn vaak mogelijkheden waarbij je als jij mensen die niet voor jezelf werken, toch op de een of andere manier kunt inschakelen met hoe jij problemen probeert op te lossen, dat dingen veel sneller gaan. Dat zie je in heel Nederland, dat zie je bij Philips, dat zie je bij Shell, dat zie je bij andere bedrijven die grote wet labs hadden 20 jaar geleden. Die nu veel meer samenwerken met mensen waar dan ook in de wereld. Ja. Ik had eigenlijk hier de vraag staan, is Nederland een goed land voor innovatie? Maar jullie, ja. jullie zijn internationaal bedrijf eigenlijk in essentie, ja, hè? Ja, we zijn een internationaal bedrijf, dus als ik praat over energie voor mensen, dan praat ik over mensen in misschien wel 80 verschillende delen van de wereld. En misschien nog wel meer als we in 2050 zijn aangeland. Maar we zijn Nederlands wel een belangrijk bedrijf, een belangrijk land. Wij hebben een vrij groot budget. Ik mag 1,3 miljard dollar, dus zeg maar 1 miljard euro uitgeven per jaar als CTO. Daar gaat wel 1/3 in Nederland in innovatie zitten. Dus het geeft wel een beetje aan dat we heel globaal zijn, maar ook nog steeds heel Nederlands. Ja, en dan alsnog de vraag, is Nederland een goed land voor innovatie? Ik denk het wel. Ik denk dat er heel veel potentieel is. Dat er heel veel mensen zijn die dingen kunnen doen, die dingen willen aanpakken. Je hoeft maar eventjes een halve dag of een uurtje over de markt hierheen te lopen in dit gebouw met de beurs. En dan begrijp je dat Nederland heel veel dingen kan. Er zijn altijd dingen die beter kunnen. Ik denk dat we nog veel beter kruisbestuiving kunnen hebben. Dat we nog veel beter kunnen schakelen tussen de ene industrie en de andere industrie. Samen nieuwe dingen verzinnen die ons allebei vooruit helpen. Maar eerlijk gezegd is het glas veel meer dan half vol. Ja. Hoe veranker je innovatie in een bedrijf? Je verankert innovatie in een bedrijf door een paar dingen. Je verankert het door de juiste structuren en systemen op te zetten. Dat is gewoon hoe je de boel organiseert. Je verankert het door heel nadrukkelijk te blijven uitleggen en mensen mee te nemen naar die visie. Van waar moet je naartoe? Wat wil je bereiken? En
En zorgen dat mensen daar aandacht voor geven. En je verankert het door gewoon de beste mensen te hebben. Door een heel goed team te hebben. En ik moet wat dat betreft zeggen dat ik heel trots mag zijn op al de mensen die met ons meewerken aan die innovatie. Ja, hoe moeilijk is innovatie in een groot bedrijf? Innovatie is heel makkelijk in een groot bedrijf. Omdat de doelen, of wat er moet gebeuren, hoe je waarde toevoegt, wat wordt veiliger, wat wordt milieuverantwoorder, wat wordt goedkoper of wat kan in één keer wat eerst niet kon. Die is altijd heel duidelijk in een groot bedrijf. Ik denk dat waar we een mooie samenwerking zien met bijvoorbeeld start-ups, is dat die vaak vrij snel kunnen zijn. Die kunnen 1 of 2 alternatieven samen uitwerken of onafhankelijk van elkaar uitwerken. En dus de echte succes ligt in hoe je als groot bedrijf met kleine bedrijven schakelt. En we hebben een Shell Technology Ventures Company die niets anders doet dan dat soort mogelijkheden opzoeken en die volledig uitnutten. Dus je moet als groot bedrijf niet zeggen van het gaat automatisch goed. Nee, je moet als groot bedrijf juist blijven zoeken naar manieren waarop je innovatie op zichzelf verder innoveert. Nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor het gesprek. Heel graag gedaan. Dat was hartstikke fijn. Merci.